Hey Peter. Hey Daniel. Welkom bij weer een nieuwe GamersNet Gear, onze lieve kijkertjes. Ja, waar we elke dinsdag de laatste tech gadgets en gear bespreken. Ja, en dit is Peter. Dat is Daniel. Ja. Ik wil het serieus Tom zeggen, maar je bent Daniel. Ja, I know. Ja, Tom is op vakantie, dus ik doe het weer een keertje. Ja, leuk man. Maar we gaan een headset bespreken, namelijk als het goed is de eerste headset van MSI, DS502. Ja, MSI heeft, die doet iets wat eigenlijk heel veel hardwareboeren doen. Die gaan opeens heel veel maken. Want MSI was natuurlijk altijd gefocust op videokaarten, moederborden en notebooks. En nu hebben ze ook een lijn uitgebracht met keyboards, muizen en in dit geval ook een headset. Er is een iets goedkopere variant headset, dat is gewoon een jack headset. En dit is de USB variant 7.1. Rond de 70, 80 euro praten wij over deze schitterende headset die hier de Master Chief op heeft. Ja. Ja. Mooi. Ik wil eerst even over het design beginnen. Ja, want het design doet eigenlijk best wel veel denken aan heel veel andere headsets. Ja, maar vooral aan de SteelSeries Siberia. Dit is dan de Xbox variant. hij lijkt daar best wel op. En goed, je moet dus ook qua headset een beetje in die trant gaan denken. Dit zijn hele prima headsets hoor. AK gebruikt een filter voor het editen, die vindt het een prima headset. Maar hij lijkt er heel erg op als je hem ziet. Ja, zo, de... Maar heeft natuurlijk wel zijn eigen MSI onderscheidende dingen. Vooral qua software. Maar laten we eerst even beginnen met, hoe vind jij hem eruit zien? Ik vind hem er eigenlijk best wel oké uitzien. Niet te veel poespas en natuurlijk het drakenlogo van MSI zelf. Ja, dat is Lucky de draak en ja. die geeft licht. Alleen rood overigens, dus als je denkt van die kan ik veranderen in andere kleurtjes, dat kan dus niet. Wat ik zelf super vet vind aan de headset is de rode afwerking, want het is niet alleen de lampje. Het lampje gaat overigens door tot en met de headset. Oh, dat is vet. Maar ook de binnenkant van de headset is rood en dat is echt super vet gedaan. Ik vind het daardoor net even iets stijlvoller uitzien dan de SteelSeries variant. En ik vind echt het rubber op de oordop, vind ik... Ziet er best wel classy uit of zo. Ja, het is heel stijlvol en hij wordt wat mij betreft ook niet heel erg warm. Ik ben zelf niet zo'n fan van dit soort automatisch verstelbare verstelbare vorm. Ik ga het er toch even laten zien. Als dit, ik heb liever dat je hem klikt naar de goede grootte en dan opzet. Maar deze vormt zich altijd zeg maar naar je hoofd. Ja. Ik ben er zelf niet zo heel groot liefhebber van, maar hij zit prima. Dus dat is echt meer... Je hebt er geen last van gehad? Nee, helemaal niet. Ik heb er helemaal geen last van. Het is alleen meer wat ik persoonlijk fijner vind. Want vind je hem... Nee, het gaat best wel soepel. Nou ja, ik gebruik zelf die Rig headset van Plantronics en die vind ik... Die heeft hetzelfde systeem en dat vind ik juist heel erg fijn. Omdat dat is ook echt een smaakdingetje. Omdat dat dus bij mij in ieder geval een stuk zachter op mijn hoofd zit. Ja, want hij voelt daardoor wel heel erg licht. Want ja, hij ontlast zeg maar heel erg de draaggewicht wat je hebt. Dat is absoluut waar. En, dat is een strategie. Ja, en hoe is het geluid verder? Ja, wat we tot nu toe hebben behandeld is gewoon een headset in de lijn van 87 euro. Is gewoon prima, maar niet heel goed of heel slecht. Dus gewoon gaat mee. Er zijn twee dingen waar de MSI DS502 echt heel erg op scoort wat mij betreft. En dat is wat betreft microfoon en betreft software. Waar wil je dat mee beginnen? Noem maar de microfoon. Oké, de microfoon. Ik heb zelf een Trust headset waar ik gewoon mee stream. Omdat de outgoing audio zo goed is dat ik mijn condensator Samsung microfoon niet meer nodig heb. Oh, wow. En de kwaliteit van de audio van deze headset is die kwaliteit. Het is zo'n goede outgoing audio die erin zit. We hebben ook een testje gedaan. Je gaat mij nu horen. Dit is de outgoing audio test van de MSI DS502 gaming headset. En dit is dus de audio die je ongeveer hoort als je met mensen online aan het praten bent. Nou, dat klonk fantastisch. Ja, vond ik ook. Ja, nee, maar echt serieus. Ja. Ik vind outgoing audio is super prettig als je met mensen online praat. Heb je gewoon bijna het zal niet, als je zeg maar, de test erop nalijst, zal het iets minder goed zijn. Maar bijna condensatormicrofoon kwaliteit. Zoals dat uitgaat. Is wel heel erg fijn. Dat, ja. Dat vind ik vaak ook wel belangrijk aan. Het wordt ook vaak op bezuinigd binnen headset. Klopt, en dat vind ik altijd super stom. Dus als ze het dan goed doen, dat heeft Trust gedaan, dat doet nu MSI, wil ik dat ook een dikke, dikke hulde voor geven. Ja, dat vind ik ook wel een hele prettig inderdaad. Want als je wel streamt en je hoort mensen met een hele doffe microfoon of kraak of iets, ja. Dan vind ik dit wel een hele goede vooruitgang. Maar volgende punt, je had het over software. Ja, je kunt ongelooflijk veel aanpassen in deze headset. Er wordt de software bijgeleverd. MSI is best wel goed in software, want ze hebben natuurlijk in een notebookzaal waar je alle lampjes vaak kan instellen en alle ook kunt overklokken, et cetera. Daar zijn ze altijd al best wel diep in. En ze hebben dat nu ook voor de headset software gedaan. Buiten het feit dat je even moet zoeken, want het lijkt... Je moet even vinden waar het in de software zit. Maar als je het gevonden hebt, kun je echt superveel instellen. Superveel waar je niks aan hebt ook.
Je kunt je audio links en rechts in uitschakelen. Er zit een basversterker op, waardoor je een soort vibratiebas krijgt. Dat doe je via de knop hier. Maar in de software kun je dus ook... je kan eigenlijk alles instellen. Alle verschillende hertsen kun je instellen. Je kunt presets instellen van zit ik in een kerk of in een badkuip of in een... Ja, precies. Een beetje de software die... ook vaak op boxen en zo. Ja, precies. Er zit ook een filmvariant. Maar je kunt ook. Er zit ook een metertje bij, waardoor je de stem uit een muziekje zoveel mogelijk kunt wegfilteren. Dat is ook een superleuke preset. Dat is super vet. Je kunt heel erg diep pimpen. Daarbij gezegd hebbende, ga dat vooral zelf doen. Want heel veel presets zijn een beetje gimmicky. Want de badkuip preset, ja, allemaal leuk dat het kan. Het klinkt inderdaad alsof je in een bad zit, maar dat is natuurlijk niet de manier waarop je wil gamen. Nee. Dus maar het is ook wel, je hebt een plug-and-play modus, dus je hoeft het niet te doen waarschijnlijk. Nee, je hoeft de software maar het zit er wel bij. Het is een PC, USB headset, dus de meeste mensen zullen dan wel hun drive. Nee, natuurlijk, maar het fijn is dat je en plug-and-play en gewoon wel dit kan instellen allemaal. Ja, dat is wel fijn. Alles kan instellen, ook met je 7.1 digitale surround sound. Er zitten niet 7 speakertjes in, nee. Het is gewoon digitaal nagebootst. Dat werkt allemaal prima, het geluid is goed, het is wel... een iets bassiger geluid dan sommige mensen misschien willen. Dus het is vooral voor games heel vet. Daar is die gewoon ook echt voor gemaakt. En dat merk je ook. Als je echt kleren popmuziek wil luisteren zonder veel bas, dan zit er hier weer meer bas in. Maar dat kun je dus handmatig instellen. Ik wou net zeggen. Ja, je kan het met software aanpakken. Dat is wel heel erg fijn. Ja. Heb jij nog een kleine kanttekening? Ja, ik heb nog een kleine kanttekening. Ik vind de snoer vind ik niet lang genoeg. Is 2 meter. Nee, het is inderdaad... Ja, goed, voor een PC is het op zich ja, oké. Ja, op zich wel oké. Maar... is het misschien niet... Nee, wat ik zei, ik vind zelf vind ik dit niet een heel prettig ding. En ik vind het design heel erg lijken op dat van SteelSeries. Ja. Ik vind het leuk als mensen iets uitgesprokener in hun design een keuze maken. Dus dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben gewoon voor de veilige weg gekozen. Goede headset, goede geluidskwaliteit, vooral outgoing. Dat is waar deze headset echt het beste op scoort. Cool, fijn.